op de stoep bij wordt mede mogelijk gemaakt door Car Beauty Center. Hallo fans, ik ben Joja. Elke laatste woensdag van de maand. Veel plezier met de nieuwe aflevering van Op de Stoep bij. Peter en oma Kous. Zijn we in de Tobbe. En de Tobbe ligt hier aan deze prachtige mooie IJssel. We gaan het hebben over de cafés. We hebben het al eerder over de discoperiode gehad. Maar Deventer was natuurlijk ook een uitgaansleven bij uitstek voor de cafés en voor de bars. Ja, wat was nou een bar? Wat was nou een café? De hoed en de rand daarover gaan we met een aantal gasten bespreken. Ja, aangeschoven ondertussen Gérard André en Jan Veldman. Leuk dat jullie ook weer even aangeschoven zijn, want het caféleven heeft ook veel met jullie betekenis. Gérard, jij hebt bijvoorbeeld deze café, De Tobbe. Moet ik hier zeggen café of is dit ook een restaurant? Of is het... Nee, het is geen restaurant meer, het is nu café terras De Tobbe. Ja. Ja, met exploitatie van het Wellenterras en hier binnen voor feestjes en partijen. En ja. Dat is spannend. Jullie hebben wel een late zomer, hè? Ja, ja, ze hebben eerst onder water gestaan en nu maken de weergoden het toch nog goed door een beetje extra zon in september te laten komen. Gelukkig maar. Terug in de tijd. Ik ken een oud cafeetje, dat was de Alm. Ik had daar vroeger in die tijd een disco aan de overkant Scharremoes. Dat klopt. En de Alm... Daar kwam een publiek die meer van hard rock en zo allemaal... Nou, de hard rock was nog niet echt in die tijd. Het was allemaal nog een beetje soft, easy listening. Maar dat waren wel de spannende tijden die na de start van Telling Selkens met La Balance. Dat we de bakkerij van Elsinga verbouwd hebben. De stal, Casa Pedro, Hacienda. En toen hebben mijn vrouw en ik de Alm gemaakt. Maar ondertussen hadden we ook nog de Tuf Tuf opgebouwd samen met Wim Verlaar uit Apeldoorn. Ja. Wat later Scaramouche is geworden. Ja, inderdaad. Ja. Daarvoor zat de Tuf Tuf. Ja. En dat waren eigenlijk allemaal de disco's eigenlijk. Dat waren koffiedisco-bars. Ja. Onvoorstelbaar in deze tijd. Dat heeft niks met softdrugs te maken. Maar nee. Het was gewoon een koffiebar zonder alcohol. Ja. Maar wel heel veel tosties en dergelijke erbij. Ja, toen kwamen eigenlijk die tostieijzers en al dat wat je allemaal een beetje eet. Want Jan, cafés, wat aten men daar in de cafés? Ja. We hadden het net over tosties, maar... In de bruine cafés was het zo dus dat je etenswaar moest verkopen, maar wat je dus eigenlijk binnen twee tellen moest kunnen pakken. Zonder dat je naar een keuken moest om het op te warmen of klaar te maken. Dus dat waren de warme ballen gehakt en de koude ballen gehakt. Oude koude speklappen. Noem maar op. Carbonades in het zuur. Carbonades in chili, hamburgerworstjes.
harde worst, droge worst, ja, dat soort zaken. Dus je moest het zo kunnen pakken en zo kunnen verkopen. Dat was het handigste. Ja. En dan kijk, en op het moment dat je groter werd, wat ik dan zei, dat je dan een kraancafé wordt of het groter maakt, ja, dat betekent dat je met de keuken moet gaan werken en ook de hapjes uit. En dan komen de uitsmijters om de hoek kijken en dat soort dingen. De weg van een café naar restaurant, ja. Ga zo maar door. Maar het was wel noodzakelijk, want als je niks hebt, kun je niks verkopen. Nee. Dus het was eigenlijk al voordat het café openging, dan waren ze ook bezig om de voorbereiding te doen dat je dat zo kon pakken. En daar ging best veel tijd in zitten. En er stonden ook van die pindapotten op de wagen. Die spelletjes die er allemaal hadden, want er werden spelletjes ook gespeeld, hè Jan? Ja, dat was de caféspelletjes. Dat was het kastje gooien of het bamzaaien met van die lucifershoutjes. Wat dan meer, boertje pas op. Hè. Dat was, ging met spelkaarten en dan draaien en dan het eerste boertje dat mocht bestellen en het tweede boertje mocht proeven. Het derde boertje mocht helemaal opdrinken en het vierde boertje moest betalen. Dus dat, zo was dat. Ja, ja. En dat werd dus regelmatig gedaan. En dan had je nog heel veel cafés die een biljart hadden. Ja. Dus het team van rood spelen en ja, daar werd ook van allerlei spelletjes bij bedacht. Die biljarttafels, die stonden toen alleen maar in een café. Waar is het zo eigenlijk gebeurd, die biljart? Eigenlijk zouden we nog een programma moeten maken over een biljartvereniging. Nou, maar in ieder geval. Door het minderiseren van de cafés zijn ook langzamerhand de biljarts verdwenen. Je hebt nog wel de biljartcentra. Ja. Maar dat is ook bijna gebeurd. En dus de biljartverenigingen, jongelui die willen dat niet meer. Dus dat betekent dat die ouderen wat minder. Dus dat betekent dat het langzaam verdwijnt. Dat is wel jammer natuurlijk. Dat is heel erg jammer. Maar het was een cafésport eigenlijk. Ja. Zoals je dat tegenwoordig nog het dat en dan hebt overgenomen. De Dam hier een biljartvereniging. Ja. Maar uiteindelijk dat wordt allemaal minder. Maar wordt het allemaal is minder. Ontstaan eigenlijk vroeger in het café. In het café, ja. Moet er wel ruimte zijn natuurlijk. Hè? Nou ja, dat werd dan... mensen gingen in die tijd naar een café voor de gezelligheid. Ja. Voor de sfeer. Voor de jukebox als die er was. En wat ook belangrijk was, 's avonds, dan gingen de gordijnen dicht. Want men wou niet gezien worden. Dan ging het in de buurt van, kijk, die zit daar weer in de kroeg. Oh, je hebt allemaal mensen die allemaal zo door de ramen gaan. Nee, wel als je de gordijnen openliet. Zo was dat, ja. Ja, wie is er binnen? Die zit ook weer binnen. Hij zit er weer, dan gaat weer zijn salaris. Ja, het was toch allemaal een beetje privé. Dat was het café. Maar leuke sfeer in die tijd. En nog een onderdeel bij het café was altijd de katers. Zondagsmorgens en de zaterdags werd er gekaat. En er waren meestal wat ouderen. En er waren van die mensen die nog van die grote bolknak sigaren rookten. Dus van die gepoeierde sigaren. En als je dan het café binnenkwam, dan was het een en al mist. En dan zo tegen 12 uur trok dat op, want dan moesten ze eten en dan ging het weer. Ja, want behalve drank werd er natuurlijk ook sigaren. Soms sigaretten, hè? En repen. Repen chocola. Ja, men kon daarvoor ook terecht. Het was eigenlijk een heel klein kruideniertje. Ja, nou ja, net wat ik net zei. Als je niks hebt, kun je niks verkopen. En zo ging dat. En zo ging dat dan. Ja. Behalve Jan, nou je er toch zit. Jij bent er ook in de Keizers Kroon nog. Ja, daar heb ik als leerling gewerkt. Ja. Ja, daar was ik 16. Dat was ook bij uitstek een bijzonder restaurant. Was toen de tijd... Hotel ook zelfs, hè? Hotel. Ja. Alles wat in de schouwburg op had, dat sliep in de Keizers Kroon. Ja. En ook wel van koninklijke aard wat daar sliep. Ja. En ze hadden daar een heel gastboek, geloof ik. Ja. Hè? Alleen die is met verloop van tijd verdwenen. Dus waar die is gebleven, dat weet ik niet. Nou, als er ooit is. Dit komt ook op YouTube. Maar ze maar melden. Maar ik geloof dat mevrouw Meiknecht nog leeft. Ik weet het niet zeker, volgens mij wel. En dan die woont in Enkhuizen. Ja, Enkhuizen. Nou, mevrouw Meiknecht, mocht u er nog zijn. Het gastenboek. Ja. Ja, dat zou mooi zijn om dat eens een keer in te zien weer. Hè? Leuke herinnering aan die tijd. Nou ja, goed, wat ik ze vertelde, ik ben erin geboren. Dus ik ben op het moment dat ik de ogen opende, we hadden geen woonkamer. Dus jij bent geboren hier in de Tobbe? Nou, het pandje hiernaast. Dus wat erbij aangetrokken is, dat was het Schipperscafé van mijn vader. Ja. Van 1936 tot 1953. En ik ben in 1948 geboren. 'S morgens om 6:45, maar daar praat niemand meer over natuurlijk. Ja, ja. En toen zijn we dus verhuisd naar Epsen, naar Café de Smit hebben we gehad, zoveel jaren. Ja.
En zodoende ben ik ook eigenlijk in die horeca verzeild geraakt. Ja, en nu speel je een beetje op de trekzak. Ja, niet zoveel meer. Hè. Ja, maar dat zit ook in dit pand verweven, de muzikaliteit. Ja. Want hier heeft vroeger nog een heel stuk achter bij aangestaan, ja, nu parkeerplaatsen zijn. Ja. Die heeft helaas meneer Duimel eens een keer 's morgens vroeg met een bulldozer plat laten gooien. Maar dat was de oefenruimte van Amo. Ja, zijn ze begonnen. Oh ja, ja, daar gaan we ook nog een programma over maken. Ja. Die heeft hier achter gezeten. Ja. Ja. Dat was nog in de tijd van mijn vader. Dan komt hij met een trapje daar. Ik kan me niet voorstellen dat meneer Duimel daar verantwoordelijk voor was. Ja. Toen hadden we de eerste krakers en die zaten in deze pandjes. Ja. En dat was not done in Deventer krakers. Dus daar heeft Duimel met een bulldozer 's morgens vroeg de boel plat laten gooien hierachter. Maar nou is er natuurlijk zicht op, omdat je die oude muren hier aan de achterkant. Want we zitten hier dus in de Tobbe. Aan de achterkant, daar zit nog de hele oude stadsmuur, kunnen we daar nog in vinden. Ik denk dat er toch nog maar weinig mensen hier achterlangs lopen. Nou, de groepen van de VVV lopen hier wel achterlangs. Ja, ja, Marie zal hier wel die even komt, stoppen. Want regelmatig. Dan zit ze dicht bij een café. Dan zegt ze van, als u tijd heeft, aan de achterkant, daar, of aan de voorkant, daar is een café. Ja. Nee, dat zegt ze ook altijd nog. Ja, ja, gelukkig maar. Hè? Ja. De Tobbe heb jij hier en je hebt nog meer restaurants of cafés hier? Nou, nog café De Alm, wat bijna 42 jaar bestaat. Dat zit in de Kleine Overstraat. Ja, daar heb ik het net over gehad. En ja. Daar hebben we alle woelige jaren mee meegemaakt. Ja. Want in vroege tijden was de horeca was Kleine en Grote Overstraat. En met name nog veel meer in de Grote Overstraat. Toen zat er bijna in elk pandje zat een horeca. Ja, ja, ja. Nou, door wat prikkelingen met bepaalde clubs was het onmogelijk voor de politie om daar nog te acteren. Dus dan heeft de toenmalige burgemeester Waal, die heeft gezegd de horeca uit de overstraten en naar de Brink toe. Toen mocht er ontgonnen worden op de Brink. Hmm. Want toen was alleen nog maar Leerink. Toen concentreerden ze alles op de Brink, was een betere overzicht. De horeca moest de overstraat uit. Ja. Alleen Jan Kamans met de brasserie mocht blijven zitten. Waar de Lydia met de shaker mocht blijven zitten. En de Alm. Ja. Want dat waren goede cafés. De Bokkin was al te zielen. En Saint-Tropez was al... Nou, Saint-Tropez moest daar weg in de City Club. Ja. En Ad is toen naar de Luxor gegaan. Ja, ja. Alles werd geconcentreerd op... En hoe kijk jij daar tegenaan? Beter of... Nou, het is natuurlijk in deze tijd, nu het terrasgebeuren in Nederland zo'n vlucht en zo'n vorm neemt. Ja, wat helemaal een nieuwe ontwikkeling is sinds 10, 15 jaar al. Is het natuurlijk een prachtige ontwikkeling daar zo. Het is natuurlijk ook een prachtig mooi plein. Ja, toen dacht ik van, Waal, je stoot mij de oude dagsvoorziening uit de bek. Waal is de oude burgemeester. De oude burgemeester van Deventer. Ja. Maar inmiddels met de inbreng van mijn beide zoons in de zaak. Ja, gaat het hartstikke goed en hebben we een heel leuk concept. Hmm. Met voetbal kijken doe je natuurlijk in de Alm. Ja. Draaien was een trein en gaat het prima. Ja. Zou je nog weer een oude kroeg weer helemaal neer kunnen zetten? Wat goed zou ook kunnen lopen? Nou, ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Want... de vergrijzing, de babyboomers verwachten natuurlijk iets anders in de lokaliteit als dat de jeugd verwacht. Ja, en dat zie je bij ons. Die gaan heel laat uit. Ja, ja, maar je ziet het bij ons. Er zijn ook nog een heleboel gasten uit onze periode van 40 jaar geleden die nog steeds komen. Hmm. Weliswaar niet zoveel meer, maar de jeugd. Maar het trekt wel aan, want wij bieden nog steeds spelletjes van kaarten tot aan Stratego, tot aan Menserie niet. Ja. Ja, dat brengen wij nog steeds. Dus wij brengen wel het Scala wat vroeger, Wel was. Wel was, brengen wij nog steeds naar voren in de zaak. Ja. Nou, kijk eens, ik zou zo zeggen, ga eens een keer kijken hoe het daar gaat bij de Alm. Hè? Helemaal goed. Helemaal goed. En de Tobbe natuurlijk hier. Ja. Hier op Welle, want dat is prachtig. Hè? Het mooiste plekje van Deventer. Als het mooi weer is, dan is het net of hier in Spanje zit. Ja. Alleen geen strand. Die is een ontwikkeling, zeggen ze. Aan de andere kant, dan zou je daar ook iets moeten hebben. Nou, daar zijn ze mee bezig. Ja, je moet collega's ook een kans geven. Ja, ja. Maar jij zou ook een zandbak hier kunnen maken voor, hè? Hadden we anders al lang gehad. Maar weer... er lopen nog steeds loslopende honden. En als die in die zandbak piezen en poepen, dan durf ik daar geen kinderen in te laten spelen. Nee, moet een dekseltje op maken. Ja, maar dan wel een hele grote deksel. Een grote deksel. Go. Ja, mannen, bedankt. Oké. Okay. We komen een keer op terug op diverse zaken, want biljart zou ook een mooi item zijn. Ja. En
Ja, en de horeca zoals die nu op dit moment op de Brink plaatsvindt. Goed, we gaan naar de volgende gasten toe. Hier naast mij zit Tony Lerink. Ja, bij uitstek iemand die heel veel weet over het uitgaansleven van Deventer. Jouw moeder had een café, maar wat is nou een café? Wat is nou een bar? Wat zit daar een verschil in? Ja, dat zou je mij niet in de eerste plaats natuurlijk moeten vragen, want daar is zo'n grote verscheidenheid voor. Daar zou je eigenlijk iemand voor moeten vragen van een bestuur van horeca, ja, die je dat allemaal precies kan gaan vertellen natuurlijk. Dus we zitten met de verkeerde mensen hier aan tafel? Nee, oh. Joh, helemaal niet. Er zitten er genoeg aan de tafel die daar natuurlijk wel over praten. Ja, hè? Ja. Maar de ene die zegt een café is een café. En de andere die zei van ja, maar het café is eigenlijk een kroeg. Ja. En in de kroeg, zoals ik het altijd een klein beetje gezien heb, ja, dat waren altijd veel vaste mensen die in de omgeving woonden van een café. En die kwamen daar regelmatig. Er waren er wel bij, die kwamen 1, 2, misschien wel 3 keer per dag. Ja, en een café, daar kwam een anderschalig publiek van alles wat eigenlijk. Hè. Wij hebben die jaren op de Brink gewoond. Maar wij hadden daar wel Deemtenaren, maar op dat punt op de Brink hadden we ook toeristen, want we hadden daar op het allerlaatst hotel, café, restaurant, Lering. En we hadden er ook vertegenwoordigers die daar logeerden. Ja, want iedereen kent natuurlijk jouw moeder als Moeke, Lering natuurlijk. Ja, dat is wel een beetje pijnlijk, want ik heb ook wel een vader gekend. Ja, ja. Mijn vader is helaas op 49-jarige leeftijd. Heel vroeg al, ja. En toen kwam die naam overal van de voetbalvereniging Vastelandia, waar wij clubcafé van kwamen. Ja, mensen van de kermis die je door de jaren heen hebt gekend op de Brink. Want iedereen die denkt altijd, als je het over Moeke Lering hebt, dan heb je het over de Brink. Ja. Maar mijn moeder kwam uit Goor. Ja. En in Goor daar woonde ook een mooie restauranthouder. En die had ook kelners in dienst. En een van de kelners, dat was mijn vader. En daar is mijn moeder mee naar Deventer gegaan. Is begonnen in de Nieuwstraat met een café waar 1 keer in de maand zelfs, wat ik niet weet, want toen was ik toch niet, een dancing boven was. Ze zijn toen verhuisd naar de Berg Schild. Als je de Mensstraat inloopt, dan loop je tegen een hekwerk aan. En daar hebben ze toen een café gehad. Toen zijn we vervolgens naar de Broederenstraat gegaan, waar nu de kousenzaak van Oosterlaar in zit. En daar tegenover daar zat Talamini. En Elio, die weet nog dat ik geboren ben, want daar ben ik... Die was erbij? Nee, maar die woonde aan de overkant van de pot, ja, zoals ze dat nou noemen. En dat is 82 jaar geleden. En toen mocht mijn moeder daar in de Broederenstraat geen alcohol verkopen, alleen maar bier. Ja. En dat zinderde niet. En toen was er een pand op de Brink, dat was een drukkerij van Eilanden. En toen hebben we daar ook een vergunning gekregen. Daar zijn we dan bijna 40 jaar gebleven. Toen was mijn vader inmiddels overleden. Toen heeft mijn moeder nog de Peter Kuiper taverne gedaan. Dus ik denk dat je nou wat... Ja, en we gaan er straks even over hebben wie bij jullie zo al in de café kwamen. Maar en daar waren ook heel veel bekende mensen bij. Ja, daar waren voetballers bij. Nu heb je die A1 waar men altijd snel overheen ging. Ja. Maar vroeger moest je altijd de IJsselbrug over. Ja. En dan was het allemaal veel makkelijker. Maar die tijd, dan praat ik over de jaren 60. Gaan we het ook heel veel over hebben, de jaren 60, 70. Want uit die periode ben ik in zo'n disco terechtgekomen. Ja, en daar ken ik Karel een beetje van. Maar als we... Karel, welkom. Welkom, goeiedag. Karel, als je... wie kent hem niet eigenlijk? Karel, als ik heel erg terug ga, dan kwam je eigenlijk als de stoffenman bij ons. Ja, want je had vroeger eigenlijk een stoffenhandel. Je stond op de markt en je kwam er ook bij Tony Lering vaak even. Nee, zijn moeder. Want hij is veel aan het verdraaien. Ik kan het ook al verdraaien. Ja, 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 ja. Want hij was niet in zicht. Maar zijn moeder had goede snet. Ja, gesnet. En toen ik iets ouder werd, toen los ik ook al bier. Maar matig hoor. Een stuk of 20 om dag, dus dat is niet zo erg veel. Maar dat waren de oude tijden vroeger. Ja, jij stond op de markt vroeger dan met stoffen. Zo ben je eigenlijk begonnen. Ja. Maar iedereen zei stoffen, Karel. Dat, ja, maar die naam hebben ze me gegeven toen ik op de Boksbergweg heb ik in 65 het eerste pandje gekocht. Ja. En daar mochten ze een naam voor geven. En die mooiste naam gaf in die straat. Er waren er nog 22 winkels. En toen ik wegging was er nog 2. En een hapje kreeg. Ja.
Toen vroeger was het in jouw ogen anders, kwalitatief ja, beter. Ik wel, ja. Ja. Want wat ik verkocht, dat verkochten ze toen niet op de markt. Want ik haalde handel altijd rechtstreeks van de fabrieken ja. En confectioneers in Amsterdam. Keizergracht, Prinsengracht. Daar zouden we nog een ander programma over kunnen maken, over stoffen. Maar we gaan het natuurlijk ook even hebben over het caféleven. Jij kwam dan zo de cafés binnen van jongens, doe maar even een rondje in. Een rondje erin? Ja. Dat was later. Dat is heel laat. Ik heb nooit wel weggegeven. Maar ik herinner jou wel uit de tijd, en dan hebben we het even over dat de flipperkasten in de cafés kwamen. Jij had van die flipperkasten allemaal. En dus menig café in Deventer is een flipperkast van jou terechtgekomen. Alleen de cafés. Want niet bij restaurants en niet bij andere dingen. Maar gewoon mooie buurtcafés. Daar ja, stond daar stonden ze. En cafetaria's ook wel. Behalve de flipperkasten, had je, wat was nou die gokapparaatjes? Was dat nou voor die tijd, voor de flipperkast of na de flipperkast? Even een vraag, heb je bij de belasting gewerkt? Nee, heb ik niet gedaan, dus je kunt vrij uitspreken. Ja. En na 4 jaar is het geloof ik afgelopen. Hè? Dat is goed. Nee, ja. Maar dat is door elkaar gerold. Dat is zo te ja. Passen komen. Wat ik het leukste vond, dat was in het hele beginperiode. Je had van die kleine dobbelsteentjes. Wat waren van die kleine... Die op de bar neergezet. Je zilveren kleuren, die ging dan onder de bar. En dat namen de mensen mee naar huis toe. Ja, oh, ja dat kon ook, ja. Ja. Kon? Ja. Hebben ze me van in jaar tijd 21 vanaf gestolen. Ja? Ja, en de belasting moet natuurlijk betalen. Ja, natuurlijk. En niet te weinig. En niet te weinig, ja, ja, ja. Nou. Karel, behalve die flipperkasten, gokautomaten, jukebox ook natuurlijk, hè? Ja, ja. Was ja. Ook niks waard. Was dat ook alweer niks waard? Er zat geen handel in. Ze wonen, als ze een nieuw plaatje op de radio horen, wouden ze ook graag in de cd of in de jukebox die plaat hebben. Ja. Die plaat moet je betalen. En dan een week zegt hij, het draait niet goed, dan doen we weer wat anders. Ja. Als het niks kost, zijn de kasteleins wel bij mij. Ja, maar je wou zeggen dat jij moet dan die platen zelf aanleveren ook? Ja, of had je gedaan iemand anders voor mij? Oh, die kan de kroegwaar zelf er ook wel vullen met plaatjes, of niet? Dat moet ik allemaal zelf doen. En dan Jetty overslaan een weekend. Ja, maar je mag ook wel wat doen. Ja, maar ik was er genoeg mee bezig. Ik was erg druk altijd. Ja, ja. En tot s'nachts uur of 2, 3, 4. Ja, je ging al die kroeg af. En dan s'morgens om 7 uur stond ik er weer naast bed. Naar de markt. Ja. Stof een kerel. Dan ging dat weer door. Ja. Hele mooie tijd. Dat was een mooie tijd. Ja. Ook trouwens veel gesponsord eigenlijk al. Sexy's Alive. Ja, dat had niet zo'n groot spektakel kunnen worden in de Schech. Als jij niet daar financieel bijdraagde. Ja, maar weet je dat ik toen in die dagen nog gek was? Ja, toen was je gek. Ja. Ja. Ik denk al jaren eerder ook al, denk ik. Hè? Nee, maar het is gewoon... Je moet je op een goede manier gezellig voelen, met leuke mensen eromheen. Maar niet alleen maar... kijk, jij zit hier, je doet het gewoon allemaal voor niks. Ja, we hebben allemaal vrijwilligerswerk. Ja, alleen we hebben jouw duur moeten betalen. Nee, ook geen kwartje. Als er iets met muziek te maken hebt, dan kunnen we altijd nog even een beroep doen op Karel. Omdat ik zelf veel speel. Ja, jij speelt ook een instrument. Fluit. Ja, fluit. Ja. Blokfluit. En dan krijgen we zeker binnenkort het mooie programma van de Bog op weer te zien. Hè? Ja. Ja. Karel, je mag die microfoon weer neerleggen. Ik ook. Dat zou wel heel fijn zijn. Zo. Ja. En dan gaan we even wat nieuwe mensen vragen. De hoed en de rand over het caféleven. De avondzon valt op de straat en de pleinen. Was hem dan weer stubij. Speten en oma kous. Elke laatste woensdag van de maand. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Karel Lasje, Vastgoed BV.